Bewoners van Criola worden vandaag geëvacueerd. Districtscommissaris van Saramaka, Sherin Bansi Durga, zegt aan onze redactie dat de situatie in het district met betrekking tot wateroverlast in een week tijd niet bijzonder is veranderd. Ja, dus het water is intussen gezakt met zeker 20 centimeter. Maar de terreinen zijn sowieso nog onder water. Enkele plekken welke lager liggen, iets meer dan de andere. We zijn vandaag begonnen met evacuatie. Om de mensen dan te evacueren, de evacuatiebehoeftigen dan te evacueren. Dit doen we dan in samenwerking met NCCR. Het NCCR heeft enkele tenten opgezet. En daarnaast hebben we ook nog 4 lokalen beschikbaar gehad, leslokalen van een school in de omgeving. Bansi Durga zegt verder dat zij al een waslijst aan klachten heeft gekregen van landbouwers in het gebied. Een aantal van deze mensen is hun totale aanplant kwijt. Vele landbouwgronden in Lapool en Criola zijn centimeters ondergelopen, waardoor de gewassen niet bruikbaar zijn. Dus, de mensen hebben natuurlijk gewacht, enkele dagen gewacht om te kijken hoe dat water zich gedraagt, of dat toch nog uit het woongebied gaat en wat er allemaal gaat gebeuren. Maar vandaag zijn we zeg maar een week verder en het water is er nog. Dus wij hebben ook nog getracht om dat water in een ander afvoersysteem te krijgen middels lozingen. Dus dat is ook gedaan en dat heeft gemaakt dat het water toch nog is gezakt. Wat we wel gaan doen, we gaan ook nog kijken met lokale ondernemers om enkele plekken pompen te plaatsen. Zodat het water wordt uitgepompt uit het woongebied na de rivier. Dus we hebben de mensen vandaag de mededeling doen gaan. Dat ze vanaf 12 uur kunnen aanmelden op de locatie van de waar de evacuatietentenkampen zijn opgezet. Dus laten we zien wat de opkomst wordt. En wat intussen zijn natuurlijk, zoals ik al eerder vertelde, heel wat mensen vertrokken naar familie en vrienden richting stad. En hier zijn ze ook nog bij familie ingetrokken. Dus laten we zien wat de opkomst wordt, of de mensen toch nog behoeftig zijn of niet. Maar belangrijk is dat we die optie, sowieso die mogelijkheid hebben geboden aan de mensen. De ministeriële delegatie die dinsdag een bezoek bracht aan het gebied, heeft notitie genomen van de situatie. Het departement van Openbare Werken heeft naar zeggen van de DC al ingespeeld op de situatie door het maken van dammen. De burgermoeder zegt verder ook te werken aan de bewustwording bij de agrariërs, zodat die hun landbouwgebied ophogen. Vooral omdat de grote regentijd onderweg is.